Het klinkt heel normaal, een gezonde jeugd. Maar toch groeien jongeren ongemerkt op in een omgeving waarin ongezonde keuzes vaak letterlijk de meest voor de hand liggende keuzes zijn. En daarom vraagt JOG, jongeren op gezond gewicht, met de Week voor de Gezonde Jeugd extra aandacht voor een gezonde levensstijl voor jongeren. Want 1 op de 7 kinderen heeft last van overgewicht. Op het Da Vinci College Lammenschans wordt de week afgetrapt op een gezonde, maar vooral sportieve manier. Nou, dit was de aftrap van de Week van de Gezonde Jeugd. En wij proberen vanuit de gemeente Leiden aandacht te vestigen op de gezonde keuzes die je als jeugd kan maken. En dat is denk ik, we reiken deze week appels uit aan alle leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. En op die manier proberen we aandacht te vestigen om, ja, op welke manier kun jij zelf een gezonde keuze maken. Wat doe jij om gezond te blijven? Ja, we hopen dat iedereen die de volgende keer naar de supermarkt gaat, daarin zijn eigen keuzes maakt. Iedereen bepaalt zelf wat zijn keuze is op het gebied van gezondheid. En dat is wat we proberen te bereiken. Het gaat natuurlijk om de kinderen. En hoe gezond zijn zij nou? Ik ben niet zo gezond. Nee. Ik sport wel, maar qua eten en zo eet ik best wel ongezond. En doe je daar wat aan? Ja, ik probeer af te vallen en ik ben nu 7 kilo afgevallen. Wat maakt jullie nou zo gezond? Sport. Is dat het enige? Eten. Nou, hoe belangrijk is gezondheid nou eigenlijk voor jou? Voor mij? Nou, het is wel heel belangrijk natuurlijk, maar zelf ben ik er niet heel erg mee bezig of zo. Ik weet niet, ja. Geen tijd voor misschien? Ik heb echt geen idee. Fruit? Ja. Nee. En McDonald's. McDonald's? Ja, dat is lekker. Daar kan je toch ook gezond eten? Ja, fruit. Ja. Danootjes. Maar is dat echt zo gezond, denk je? Nee. En je gaat er wel heen? Ja. Maar ik ga er 1 keer per week heen of zo. Dus ik ga niet elke dag. Nee. 1 keer per week? Ja. Elke donderdag. Ik ga bij jou wonen.